Breda Nu. Je weet het meteen. Ballenwitte Wee, dat is mijn zender op tv. Ballenwitte Wee, krijg lekker mee. Ballenwitte Wee, zo komt er in het feest het ruis. Feestje, kom een feestje op de buis. Ballenwitte Wee, dat is mijn zender op tv. Ballenwitte Wee, krijg lekker mee. Ja, wat vond ik ervan? Je kunt beter zeggen, wat vond ik er niet van? Ja, het gaat veel te snel. We hebben afgelopen woensdag begonnen met opbouwen van decor en heel de mikmak eromheen. Als je zo achter me ziet, is het voorbij. Dus voor mij is het een geslagen marathon. Wat was je hoogtepunt van dit jaar? Mijn hoogtepunt? Dat was toch wel mijn toiletbezoek? Nee. Mijn hoogtepunt van carnaval van Baronie 2016. Ja. Wat mijn hoogtepunt is. Het is heel moeilijk. Ja, eigenlijk was voor mij heel Baronie 2 een hoogtepunt. Eigenlijk, je met 100, met meer dan 100 vrijwilligers, ben je eigenlijk één grote familie de afgelopen dagen. En nou is het woensdag en nou is straks haringrap en dan gaat iedereen weer zijn eigen weg. En dan spreken we elkaar bijna niet, soms nog. Dus, Kijk je nu al uit naar volgend jaar? Wil je het echt weten? Ja en nee. Ik zal eerst even de rust pakken, even genieten van de rust. Maar verder, als we volgende keer kunnen beginnen, vind ik het goed hoor. Ja, dat was bij mij toch wel. Liedjes, nieuwkes uit een baronie. Ben het thuis, vervelen hoeft er niet. Ossend in een lange rij, komt er een volksleer voorbij. Dweilen samen in de baronie. Ge zit het in het hele land, waar ik in Brabant en de land. Baronie TV, ik ben een vaste klant. TV 2016, nou, ik denk dat het een hele ontspannen en hele leuke uitzending is geweest. Het is heel relaxed is het allemaal gegaan. Ook in de voorbereiding liep het helemaal goed. Wij zeiden vrijdag toen we hier begonnen met het opbouwen. Ja, eigenlijk zijn we woensdag al begonnen met opbouwen. Maar dat alles zo makkelijk loopt. En dat kwam ook in de uitzendingen naar voren. We moeten waken voor routine, denk ik. Dus voor de volgende keer. Maar het is lekker ontspannen geweest. En de hoogtepunten waren er ook. Feutenkot vond ik erg leuk. Ja, er waren ook dieptepunten. Hè. Het niet doorgaan van de Kielegatse optocht. Maar goed, dat maken we 6 maart natuurlijk allemaal weer goed. Want dan zenden we gewoon die Kielegatse optocht rechtstreeks uit. Op de zondagmiddag. Weinig dissonant. Het enige kleine minpuntje is dat hier eigenlijk een van de gezichten van Baronie TV zou moeten zitten, is Ad Romeijn. Maar die is vanmorgen, kregen we een appje dat hij ziek was, dat hij de griep had. Hij had al een paar dagen, voelde hij zich niet helemaal lekker. En dan is hij professioneel genoeg om dat erg goed naar voren te brengen. Niks te laten werken voor de camera. Maar vanmorgen was het weg. Dus vanaf deze plaats, Ad, als je kijkt, beterschap en zorg dat je dus er snel weer bij komt. Zoals je ziet, alles is opgeruimd. Het is schoon. We gaan vanmiddag haring happen met alle vrijwilligers. Want dat hebben ze verdiend. Het is een leuke uitzending geworden. Iedereen heeft hard gewerkt, uitstekend zijn best gedaan. En we gaan evalueren en we gaan voorbereiden voor het volgende jaar. Een feestje hier, een feestje daar, meer wordt op school al klaar. Baronie TV, je kijkt het ieder jaar. Baronie TV, dat is mijn zender op tv. Baronie TV, krijg lekker mee. Baronie TV, zo komt er in het feest het ruis. Feestje, kom een feestje op de buis. Baronie TV, dat is mijn zender op tv. Baronie TV, krijg lekker mee. Wie kijkt er nou toch niet naar kijken?